Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Camera Gamers. En welkom in Train Simulator samen met... Met Pieter, goeiedag. Ja, Pieter gaat ook weer in de treintje meespelen. Ik druk op continue. Ja. En dan zijn we aangekomen in Zwolle. We gaan de Zwolle naar Hardenberg route spelen. Ik hoor de deurtjes open. Ik hoor een trein rijden. Wat voor trein hoor ik rijden? Naar de achterin vertrekt een DDZ. Nee, maar achterin is een DDZ die of DDZ, weet ik veel DDZ, maar ja, zo'n nieuwe. Zo'n nieuwe, ja. Er zijn hier ook nog een paar buffels trouwens, maar die is van Kampen zeker. Ik ben even de cruiseborden goed aan het zetten, dan ga ik ook even een rondje kijken. Zo'n harder berg er nou niet tussen, joh. Oh, ja, een beetje. Er zijn nog een SLT en nog een koplopen. Nee, want officieel gaat hij naar, naar Emma toe uit mijn hoofd. Dat zou best kunnen, ja. Emma, zetten we hem lekker op Emma. Ja, volgens mij gaat hij naar, ja, naar, vanaf Zwolle een beetje naar het oosten. Volgens mij staat Emma of zo. Mijn deur ligt nog dicht, heb je dit? Ja, mijn ook. Ik kan ook vertrekken. Dus gaan we dat ook doen. Kijk, en we zijn vertrokken. We knipperen nog. En deuren dicht, ja. Dan gaan we uit het haperige Zwolle gaan we even trekken. Ik ben hier nooit zo heel fan van, want het is hier altijd veel te druk en haperig. Ja. ATB ingeschakeld. Heb jij de ATB ingeschakeld? Ja, ik ben daar helemaal fan van tegenwoordig. Oh, toch wel. Als je weet wat voor mooie dingen het kan doen. Ja, jouw stilzetten, jouw... Ja, dat wel. Dat is wel vaker gebeurd. Maar het is wel makkelijk, joh. Je wordt op tijd ge... Hé, de buffel draait ook naast mij weg. De buffel. Even kijken. Naast mij. Right. Ik weet niet of die hebt trouwens. Heb je die buffel? Nee, ik heb hem niet, dus ik zie hem ook niet natuurlijk. Oh. Dat is wel enigszins een probleem, zeg maar. Dat je die nog niet hebt. Ja, ik kreeg ook een foutmelding aan het begin van het scenario. Ik rij nu naar een prachtige buffel die plank diesel. Plankgas, hey Toppie. Dat wel, nu wel ja. Ja. Plankgas wegrijdt. Ja, dat ziet er netjes uit hoor, zo'n buffel die hier rondrijdt. Is er dan ook geparkeerd aan de rechterkant? Ik mag 60. Rij je iets voor mij? Ga ik iets remmen? Ik heb nog geen 60 gezien, ik wacht dat hij de weg 40. Oh, nu mag ik 60. Dan kun je de rij inderdaad iets achter mij. Lijkt me zo verwachten dat mijn deur ook compleet dicht halen. Het zijn een hoop twisten in, dus ik heb het gevoel dat dat ook het redelijk lastig maakt, zeg maar. Oh, iets met de schuine wissel, dat was wel echt een 40 waard, zeg maar. Dus je zei nog steeds, ik mag al 90, dus... Ja, ik zie het bordje hier ook staan, ja. Oké. Okay. Dan ga ik weer... harder rijden. Kijk, daar gaat de trein naar Kampen toe. Hier, we buigen niet af. Kampen. 90, ja. En 100 al bijna. Ik kom nu een ICMM tegen. Mijn ATB zegt 130. Dat is fijn. Ja, bij mij ook 130. Ja, laten we maar 100 blijven rijden. Ja. Dan schat het scenario... Ja joh, we moeten weer opnieuw beginnen. Nou, dat niet eens, maar... Hey. Ik heb een 80, geel zijn 80. Mm-hmm. Dus die krijg jij zo ook. Ja, ik zie hem. Oh. Ja, ik druk op de verkeerde knop. Dus je had een belletje. Ik had inderdaad een bel, ja. Ik druk op E, ik weet niet wat E voor staat. Gelukkig doet E volgens mij niks. Nee, we hebben natuurlijk cruise control. Oh, wat relaxed.
ben ik me gewend van Jan dat hij dat niet had. Dan leidt hij weer naar GTW. Ik hou ervan. Heeft deze cruise control? Jazeker, 10% is cruise control. Oh ja, ja, ik zie hem. Lekker zeg. Kan je bijna nooit aan het. Een groene knip, ja, 80. Ja, heb ik ook. We zullen wel rechts afbuigen. Ja, dat is correct. Ik zit even gauw te checken waar deze trein even heen gaat. Marienberg en dan buigt hij omhoog naar Hardenberg inderdaad, dat is dus het einde van onze route. Ja. En dan gaat hij nog verder naar Coevorden. En uiteindelijk kom je inderdaad uit bij Emmen. Maar ik weet alleen zo gauw niet of dit ook echt het eindpunt is, zeg maar. Want bij Marienberg komt bijvoorbeeld ook weer de trein uit Almelo erbij. Ja. En nou ja, of Emmen nou echt het eindbestemming van deze trein is, weet ik zo gauw even niet. Nou, dat zou ik kunnen kijken natuurlijk als ik de NS heb gehad. Maar we mogen 130, dus ik krijg een taxi geven. Ik start nu de NS-app op. En dan moet ik naar Zwolle toe gaan. Het zijn er eens, ik heb de app helemaal vernieuwd van jou. Stations. In de buurt? Nee, Zwolle. Zwolle is niet heel erg in de buurt, zeg maar. De AH to go is nu geopend en daarop moet ik niet hebben. Wel handig. Ja, alle winkels die nu geopend zijn. Een bediende, broodzaak, ethos, reclame. Vertrektijden die moet ik hebben. Trekkende treinen in Zwolle. Substations. Ik heb een trein naar Raalte. Oh, we gaan iets te hard. Om ten. Ja, cruise control op. De Kampen. Ja, Emmen. Al die versneltrein via Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Dalfsen, Ommen. Nee, we stoppen ook nog in Marienberg. Nou, dat zal denk ik dan wel deze zijn. En we hebben ook nog momenteel een storing, want er rijdt een stopbus in plaats van trein naar Raalte. Dat is naar het zuiden van het Zolder, zuidoosten. Ziet er wel netjes uit, hoor. Een nieuwe app van de. Als je in de trein gaat zitten. Ja. Oh ja, dat komt omdat ik zelf de cruiseboard heb aangezet. Logisch, Pieter. Ja, daar staat ook dat op dat we naar Emmen gaan, ja. Ja. Nee. Als je de nieuwe SLT hebt bijvoorbeeld, dan staat ook de temperatuur in die zogenaamd zou zijn. En de snelheid die je rijdt. Ja, klopt. Ja. Maar het is toevallig altijd dezelfde temperatuur binnen in de trein. Vind ik dat zo leuk. Moet je maar eens een keer opletten. Ja, maar in de winter niet. Oh, dan is het min? Ja, ja dan zie je dat de buitentemperatuur kouder is, hè? Oké. Ik heb Dalfsen in zicht. Oh ja, ik kwam net ook weer in beeldje. Over 2,1 kilometer ben ik er. Of zijn we er, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk moeten we ook nog een route hebben die naar Rotterdam. Heb je ook in de buurt, heb je zo'n spoorlijn lopen met een enkel spoor tussen Tiel en naar het westen toe, of denk ik. Gaan we de kaart openen. Oh, pop, wat hoor? Even remmen, 40. Naar 40. Oeh, wisseltje. Viewslip. Ja, niet zo hard zijn, hè. Even kijken. Kaart erbij. Wat wou ik nou zeggen? Ja, van Gordegum naar Dordrecht. Ja. Gordegum naar Dordrecht. Dat loopt ook wel een mooi spantje. Lijntje. Met een. Wat is het? Volgens mij Aldiva. En een GTW in rode. Ja, je hebt zo'n site toch?
Die ik jou eens een keer heb laten zien waar je alle lijnen op kan zien. Oh ja. Wij hebben een rood sein voor ons. Ja. Ik rijd nu net het station binnen. Ik ook. Ik zet hem stil. Even kijken. Was ik een vier bakken? Nee, we hebben iets meer. Aan het einde moet ik hem neerzetten dus. Oh, we hebben een minuut spelingen. We zijn een minuut te vroeg. Maar joh. Ja, dat komt daar wel om te wachten. Ik open de deurtjes. Ja, ik heb ze ook. En even kijken, we moesten om 59 aankomen. Ja, precies om 59. En om 1600 gaan we vertrekken. Ondertussen is mijn sein alweer groen gekleurd. Dat is knap. Bij mij komt G2 in de verte aanrijden. Met en je hebt het ook op 59. Ik heb het nu in 59, ja. Wat raar. Bij mij staat hij al stil. Hij komt net aanrijden en nu kleurt hij ook groen, ja. Oké. Okay. Even verderop kijken, zal er wel een wissel zitten ofzo? Ja, het wordt enkel spoor. Correct. Zo, een lange. Oh nee, hij is even lang. Is die even lang soms? Kijk dan. Ja. Twee bakken. 2, 3, 4, 5. 5. En wij hebben er 1, 2, 3. Ja, ook 5. Alleen mag ik nog niet vertrekken, want het is nog geen tijd. Ik wacht even op jou. Maar even escape duwen, dan komt de tijd weer goed. Goed plan. Ik sta op 16 uur 12. 1600 en 12 seconden. Een paar secondjes. En mijn deuren gaan dicht. En nog even wachten, nog even wachten, nog even wachten. Deur dicht. Ja, deur dicht. Ik vertrek. Ik ook. Hey, het was wel mooi, hè? Ik heb in Duitsland in die KLM 2 gezeten een paar keer. Oh ja, ja. Maar dat ding gaat hard, jongens. Hij remt heel zachtjes. Echt, je hoort hem niet eens. Binnenin hoor je die trein ook niet. Ja, het is echt een prachtig om daarin te zitten. KLM 2, ja. Het is zo'n nadeel dat hij om de zoveel meter moet stoppen, omdat er weer een tussenstation ligt. Ja, daarom trekt hij zo uit op. En ja, dan moet je ergens je tijd vandaan halen. Ja, dat is waar. Het viel mij op in de simulator zelf die de dingen zo hard rijden, maar dat is dus blijkbaar ook echt werkelijkheid. Ja, dat is in het echt ook zo. Ze trekken echt hard op. Ja. Even kijken, we gaan richting Ommen. Daar komen we aan om 16 uur 7 volgens de planning. En volgens mijn ETA komen we aan om 16 uur 6. Oh, mooi tijd. Je weet niet wat er onderweg nog gebeurt. Nee, ik heb zo'n gevoel van niks, maar goed. Nee, ik denk het ook niet. Blijft één spoor, anders krijg je lelijke klappen onderweg. Om de 40 rijden. Ja, ik heb mijn cruise control op 139 staan. Ik heb deze keer 140 straks staan. Ik ga dat even proberen. Oh, mooi dat het wijzertje van de snelheid meter op het dashboard net even ook iets meer inderdaad aangeeft. Ja, ik rook stift 140. Maar zelfs in de cruise control remt hij nog af. Maar ja, ach, maak het uit. Ja, hij heeft een heel veel zogenaamde kracht nodig om 140 te rijden. Als je onder in de amps kan je dat steeds zien. Als je plankgas geeft, dan doet hij iets van 400, geloof ik. En nu doet hij bijna 300 verbruiken om op 140 te blijven. En als je bijvoorbeeld 80 rijdt, dan gebruikt hij maar misschien 50% cruise control. Oké. Okay.
komt omdat 140 bijna zijn bovenlimiet is en dan... Ja, dan zit er een soort curve ingemaakt met de hoeveelheid kracht die nodig is om dan nog harder te gaan. Mijn frontsignen staan niet goed. Ja, het is goed dat ik ze net natuurlijk nog aan heb gezet. Wat heb je niet goed staan dan? Ja, hij staat nu wel goed. Je moet, het beste is om ze niet van Train Simulator te gebruiken, maar van de trein te gebruiken. En die zitten rechts. Ja, klopt. Die heb ik gevonden. Maar achter heb hij geen lampen. Bij mij wel. En anders moet je die van de trein uitzetten en dan toch die van Train Simulator proberen. Ja, nu heb ik hem wel. Ja. 3 voor, 2 achter. Top. Het is gelukt. Nee. Om en in beeld. Oh ja. Correct en tevens juist. Dank u wel. En een groen vierkant zijn. Ja, klopt. Dat reken net al meteen. Ja, en de vierkante zijn heeft ermee te maken omdat je toch op enkel spoor rijdt dat er weinig aan die zijnen hebt eigenlijk. Ah, oké. Okay. Ja, je hoeft eigenlijk alleen maar één van voor te hebben bij, ja. Het perron, bij de tweespoor, eentje aan de andere kant. Ja, eigenlijk wel, ja. Toch zetten ze ze neer voor het geval dat er toch eentje doorrijdt, zeg maar. Ja. Ja, logisch. Ik hoor een ping van 80 aankomen en ook ja, meteen... Ja, ik ook. Ik heb het zijn nog niet eens gezien. Het zijn is gewoon groen en ik heb ook geen afrembordje eigenlijk gezien, maar dat zal wel mij liggen. Nee, ik eigenlijk ook niet, maar het zal wel. Nou, nu geef je alweer, ja, 80 nog steeds. Ja. Je moet toch wel enigszins afremmen, want ik merk wel dat het vrij hard te dichtbij komt. Nee, er stond geen bordje 80. We blijven op het rechte spoor, dus dan zou je in principe volgens mij gewoon met... Door kunnen kachelen. Door kunnen kachelen, met snelheid. Als je naar links had gemoeten, had het sein waarschijnlijk anders aangegeven. En wij hebben groen en er komt ons waarschijnlijk nog geen trein tegemoet zometeen. Ik moet nu heel hard gaan remmen. Maar het valt me, het valt me. Ik krijg nog iets door naar het einde. Tik, 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 oh, we zijn toch weer iets te vroeg. Net op tijd gestopt. Nee, nergens last van. Mijn deurtjes zijn open. Ja. En we moesten om 7 aankomen en we zijn er om 6. Dus we hebben een speling van 2 minuten. Ja. 2 minuten tijd om over te stappen. Ik zal nog even gaan kijken op de kaart. Komt er een trein aan? Nee, er komt geen trein aan. Zometeen bij... Bij Ommens. Bij Marienberg bedoel ik, excuus, staat wel een trein, maar die gaat naar Almelo toe. Ja, dat is je stoptrein Zwolle, of niet? Ja. Ja, die rijdt nog heel ver van ons. Nee, die staat nog één verder. Nog eentje terug staat ook nog Almelo. Oké, okay, even kijken. Almelo, Oh nee, Sengelo. Even kijken, center player, dat is hier. Eentje verder, zeg je aan. Marienberg. Station de Marienberg. Oh ja, ja. Ja, klopt. De stoptrein. Die zullen wij dan zo wel... Dat is echt een mooie trein ook. Die vechtballijntrein. Waar we ja, nu vooral rijden. Een boterblok. Dat vind ik wel echt mooi gemaakt. Met de provincie en zo erop. Ja, ik vind het wel grappig. Dit is de Jeroen Krabbe-trein. Oh ja. Ja, al die maar al die treinen hebben inderdaad een naam, ja, dat klopt, ja. Die heb ik ook, ja. En ik heb achter staat... Krishnamurti. En de andere kant, dat normaal gesproken heeft een trein één naam, maar aan de andere kant staat weer een andere naam. Johan Rudolf Thorbecke. Even spieken. Ja, dat is Jeroen Krabbe en die andere heet... Ja, die kunnen we niet uitspreken. Ja, klopt.
Hey, we mogen weer. Tenminste, ik heb nog 5 seconden. Dan wacht ik even 5 seconden. Ja, dus we gaan naar dicht en we moeten wachten tot mijn deurtjes dicht zijn. Ja, mijn is dicht. Ja, deur dicht. En taxi. Tenminste, hallo. Oh, ik moet misschien wel even in de geluid zetten. Dat helpt. Zit je hem altijd in zijn vrij dan? Ja, maar, nou, niet altijd, maar soms doe ik het wel, omdat het wat metal is. Als je me stilstaat, moet je hem in de vrij zetten, want dan kan de ATB niet hem leren. Of de, nou, dodeman, maar ik gebruik de dodeman niet, dus dan heeft het eigenlijk ook geen nut. Dus voor de dodeman kan je hem best in de neutraal zetten, want dan hoef je niet elke seconde weer de, ook weer zo'n seconde de, ja, dodeman in het wel. Oké. En we naar de 140. 11,26 kilometer nog naar Marienberg per om 2. Mm-hmm. Lekker stukje blaren. Knallen. Wat ook wel bijzonder is trouwens, we hebben nu een enkel spoor, dat mag 140 gereden worden. Maar als je een enkel spoor diesel hebt, dan mag je daar geen 140 rijden. Dan mag het maar van geloof ik 100 uit mijn hoofd. Of 80, maar ik denk 100. Oké. Okay. Dat is op zich wel bijzonder. Dat is de reden dat ons lijntje vanavond van de Zutphen zo langzaam is. Dit trein mag niet harder gaan. Dat is ook enkel spoor. Ja. Ja, Wouter, het gaat ook goed met de abonnees. Ja, we hebben de 2000 al gehaald. Ja. Hey. Daar hebben we eigenlijk helemaal geen video van gemaakt. 2000 nee. Subscriber video. Nee, klopt. In ieder geval, beste abonnees, bedankt daarvoor. Dat sowieso. Maar het zou natuurlijk ook leuk zijn als de 2000 ook de Facebookpagina gaan liken die we hebben. Is wel een pluspuntje, want nou, sinds in de vorige video hebben we het ook alweer iets over gezegd. Maar als die mensen de Facebookpagina laat lijken, want daar zet ik inderdaad een heleboel nieuws op. Met wat er gebeurt en ook dingen uit het echte leven en natuurlijk ook de nieuwste video's. Ja. Dus dat is best wel handig en leuk denk ik ook. Zeker weten, want we zitten nu op hoeveel? Nog niet heel veel. Het zal het zijn, misschien 60 man of zo. Ja, zoiets. Dus kijkers, ga even zoeken bij Facebook in de zoekbalk naar Dutch Camel Gamers aan elkaar. Of je zoekt gewoon hier in de beschrijving, staat de link ook als of in de beschrijving, inderdaad. En like vind ik leuk, moet je dan even klikken. En dan kan je ons in de gaten houden met de nieuwste video's, leukste berichtjes en ander nieuws. En natuurlijk onze Twitterpagina hebben we ook nog. 50 plus 3, en wat dan nu? Deze week hebben we 3 nieuwe mensen. Yes! Kijk, heel goed. 51 man, dat is heel veel. Kunnen we daar ook niet iets van een prijsje aan koppelen? Zouden we eigenlijk wel moeten doen, hè? Ja, dat als we de 100 halen, de 100 volgers, abonnees. Nee, abonnees, niet de 100 likers. Of Facebook dan, ja. Of Facebook. Dan die mag een keer. Ja, of een keer meerijden met ons, of daar bedenken we nog iets voor. Dus ja, dat klik kunnen we wel regelen, ja. Ja, toch? Klik even met z'n allen nu op de link van onze Facebookpagina. Like de pagina. En uit de 100 volgers gaan wij een leuke... Nee, daar gaan wij iemand van uitkiezen. En die gaan met ons in train simulator een rondje rijden. Mm-hmm. Dus dat. Nee. Dan ga ik natuurlijk ook dingen van Zwitserland op posten zometeen. Oh, daar ga je ook nog heen natuurlijk. Ja, jongen, het is nu donderdag. Morgen upload ik waarschijnlijk de video's vrijdag en dan nog een week. Want vrijdag, over een week ben ik er vandoor. Oké. Ik
Kijk, je moet zo meteen 100 gaan rijden, dus hij zal zo meteen gaan miepen. Ja, over 1,5 kilometer. Is dat een potje 100 dan? Potje af en toe 100, zie ik al langs de baan staan. Dat is echt 130 bij mij. Dat is bijzonder. Ik passeer het bordje nu pas. We moeten toch afremmen van Marienberg. Het B geeft 130 en terwijl de snelheidslimiet 100 is, dus je kan nog wel iets verbeterd worden, zeg maar. Ja. Er staat inderdaad één trein en even zoeken. Ja, het is een rode Alviva deze keer. Maar jij bent er al. Ik rij bijna het station in. Stikt op de middenbaan van de bordjes, zo dan 2, 4, 6. Okay. Hoeveel heb ik er? Ik heb er 6 toch? 1, 2, nee, 5 had ik er, maar dan zeg ik hem tussen de 4 en 6. Hé, hey, en de tegenovergestelde trein zie ik net ook binnenrijden. Zo. En deuren los. En de mijnen gaan nu ook open. Oh, gezellig druk hier. Ja. En een geen dienst. Ze hebben allebei geen dienst, dat is ook wel. Nee, altijd die bordjes staan altijd op een extra trein. Of... Ja, ik kan het volgens mij wel instellen, maar het is wel een hoop lastig werk. Dat weet ik dus alleen vast het een en ander van. Moet je eens kijken hoe die andere trein heet. Dat is ook Jeroen Krabbe. Hannes en Anne-Marie Jorritsma. Oh ja, ook Jeroen Krabbe, bijzonder, ja, ja. Harry Musquet, wie kent hem niet? Ik. Willem-Jan Baron van Dedem. Oh, mijn deuren zijn al dicht. Mijn naam. Wat staat hier nog? Harry Musquet. Ja. Wat een naam. Let's go. Daar gaan we, hè? Ja. Ik ga je. Op weg naar het laatste station. Station Harderberg. Vergeet het vooral niet uit te checken. Vooral dat je het even in dat zeg maar, want het duurt nog even voordat we er zijn. Maar dat je het even weet dat je niet moet uitchecken. Ja, ik keek pas een filmpje van Blivius. Ja. Die had zijn eigen oproep ingesteld. Oh ja, ja dat... Heb je nog gezien? Ja. Leuk gedaan, Blivius. Ja, dat zeker. Ik had er pas ook een filmpje, ik weet niet van wie. Die had de omroep van de NS volgens mij opgenomen. En die had hij er ook in verwerkt. Ja, dat is ook leuk. Dat is nog het mooiste. Ja. Dus je hoorde iets van 10 keer achter elkaar dat de Intercity naar daar en daar 1 kwartier later was. Dat zijn de mooiste scenario's. Ja, zeker weten. Ja, want je hebt een Nederlandse trein die het ook doet, hè, omroepen. Dat is ja, de SGM. SGM, ja. Ja, een soort van omroep. Het is vrij standaard, want hij noemt geen namen op, maar... Nee, dat is niet goed. Vergeet niet uit te checken. Ja. Zo, 130. Ja, ik hou. Ja, oh, in Duitsland doen we alles. Nou, dat ook weer niet hoor. Nee, toch niet? Nou ja, ik ben er wel weer geweest natuurlijk, uiteraard. Ja, gelukkig reis ik er doorheen en heb ik er verder niet zoveel mee te maken, behalve alleen de taal.
Kijk, we leiden nu bijvoorbeeld 130, hè? En we gebruiken een derde aan minder aan stroom. Zo. En nu staat het bij mij iets onder de 200. En daarnet stonden we iets onder de 300. En dat is 10 kilometer verschil. En het heeft dus mee te maken dat hoe harder je rijdt, hoe meer stroom die gaat verbruiken. En op een gegeven moment heeft de trein een soort limiet van hoeveel stroom die kan geven. En dat is dus een maximum snelheid. Ja. Ja, dat is ja. Ja. Oké. Ben je wel geleerd? Zo is dat volgens mij ingesteld, namelijk. Dat is een vrij logische manier op zich. Pneumatic brake. Pneumatic brake, dat is de. Dat zijn de luchtremmen. Pneumatic is lucht. Het is niet heel erg goed vertaald, zeg maar daar komt het wel op neer. Hardenberg komt in beeld. Ja. En daarvoor moeten wij 80 gaan rijden. Tachtig. Maar in het geweldig grote dorp van Hardenberg aan. Zo. Tractie kan eraf. Met je energie zijn en glijden noemen ze dat, hè? Inderdaad. Ik zie in de zijkant inderdaad het bordje van 80 en de ATB gaat ook op leren, dus ik zal de rem erop doen. Jij rijdt dan weer iets voor mij, denk ik. Ja. Deze bocht heen. Na de bocht zou het station dan moeten wezen. Dus, Zo, daar is het station. Er staat deze keer alleen geen trein, maar dat maakt niet uit. Nee. Bij 2, bij 4 en dan nog iets verder en dan zit ik hem stil. Het is heel groot station. Nee, het is pas gaan meten. Ik sta nu stil. Hij zo, er komt een aanrijden. Zo, hallo! Ja, daar. Je ook stoppen of? Gaat hij niet redden? Nou ja, leid door. Oké, ik ga de deur openen. Bijzonder dat hij doorrijdt. Oh, dat is dat zegt de leidt ook sneltreinen volgens mij. Oké. Een soort van sneltreinen. Maar, dat zal. Ja, mijn deur is in open. En daarmee komt er dus een einde aan deze aflevering. Ja, vergeet de preview-pagina niet te liken en luister even wat we gezegd hebben. Het scenario is voltooid. Nou, bedankt voor het kijken en hopelijk tot een volgende keer. Tot dan. Bye bye.